Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman Peugeot, Sanidump en Kleve en Zonen. Goedendag, welkom bij De Sport met straks Dick Advocaat, die vorige week zijn contract bij Feyenoord met 1 jaar verlengde. Maar eerst handbal. De handbalsters van Nederland werden vorig jaar verrassend wereldkampioen. En in die selectie zit een Schiedamse, Kelly Dulfer. En voor haar had het een heel mooi jaar moeten worden. Want de EK-kwalificatie stond gepland in Ahoy. En in een vol Ahoy zou Nederland het op gaan nemen tegen finalist Spanje. Maar goed, door de coronacrisis gaat dat niet door. Maar positief nieuws is wel dat de handbalsters op dit moment te horen hebben gekregen dat ze wel geplaatst zijn voor het Europees kampioenschap. Kelly Dulfer heeft nog een tegenvaller te verwerken gekregen. Want ze stond bovenaan met haar Duitse club Borussia Dortmund. Maar in Duitsland hebben ze besloten dat er geen kampioen wordt aangewezen. En dat is raar, want bij de mannen is er wel een kampioen aangewezen. Ja, dat is op dit moment wel een gevoelig puntje natuurlijk. Het is voor ons heel erg zuur dat er geen kampioen is aangewezen. We hebben vanaf speeldag 5 tot speeldag 18 op plaats 1 gestaan. En dan wordt de competitie afgebroken. En dan is het gewoon heel zuur dat dat precies dit seizoen is. Het ging super lekker. We stonden bovenaan. We zaten in de Final Four van de beker. En dan wordt er bij de mannen wel een kampioen aangewezen en bij ons niet. En ik vind het gewoon vreemd dat in dezelfde sport, in hetzelfde land, daar een onderscheid in wordt gemaakt. Maar ja, we hebben er vrij weinig over te zeggen. Dus ja, we moeten nou ja, jullie hebben wel een statement, om even tussen aanhalingstekens te zeggen, gemaakt. Ja, we hebben met het team een fotootje op Instagram gepost met z'n allen met een baard. Ja, dat is natuurlijk met een knipoog. En dan hebben we erbij geschreven, als we een man waren, waren we nu kampioen geweest. Maar dat was natuurlijk meer voor de grap. En dat is nu in Duitsland een beetje ontploft. Ja, we hebben wel de aandacht gekregen en ik hoop dat we nu, we kunnen er vrij weinig aan doen. Ik denk niet dat ze het nog gaan terugdraaien. Ik was persoonlijk ook wel echt in vorm. Ik scoorde veel, ik kreeg veel speeltijd. Dus voor mezelf is het ook wel jammer dat dit seizoen dan is afgebroken. Ook als je kijkt, dit in de zomer natuurlijk Olympische Spelen. Je zit goed in je vel. Ja, dat dat dan allemaal weer een jaar verschoven wordt, moet je maar weer zien of volgend jaar ook weer die vorm hebt. Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe voetbalseizoen gaat beginnen. Waar wel vorige week duidelijkheid over kwam, is dat Feyenoord in ieder geval geplaatst is voor de groepsfase van de Europa League. En dat Dick Advocaat nog een jaar blijft. De Hagenaar tekende bij. Had het waarschijnlijk goed naar zijn zin. Want toen hij het vorig jaar overnam van Jaap Stam, stond Feyenoord 12e. En toen de competitie beëindigd werd, stond Feyenoord 3e en was er een bekerfinale. Wie is Dick Advocaat? Ik weet echt helemaal niks van voetbal, sorry. Ik vind een hartstikke goede trainer en misschien is hij daar op zijn plek, maar ik weet het niet. Ja, hij heeft altijd toch wel heel veel ervaring en hij weet het toch vaak om te draaien. In het verleden heeft hij ook met CEO heeft hij geholpen en toen ging het nu ook een stuk beter. Dus ik hoop dat het nu ook kan. Vandaag was dan de eerste werkdag van die inmiddels 72-jarige trainer in Rotterdam. Voor het eerst stond hij op het veld van trainingscomplex 1908. Nou ja, hij was gelijk heel duidelijk aanwezig. Hè? Dick Advocaat zoals we Dick Advocaat kennen. Dus verbaal flink aanwezig. Maar ook de hand van Advocaat die, ik zou bijna willen zeggen, letterlijk aanwezig. Want dat zie je ook. Hè? Want hij was heel veel echt eventjes hand op de schouder leggen. Hand in de zij leggen. Echt fysiek contact met spelers aan het maken. Deed Stan dit dan niet? Niet zoveel als dat Advocaat dit op die eerste training in ieder geval al deed. Er is echt wel een verschil tussen het Feyenoord van Jaap Stam en het Feyenoord van Dick Advocaat. Ja. Dat hebben we hier ook geconstateerd. PSV winnen, dan nog even uit achteraan Utrecht winnen. Dat is echt wel een verbetering ten opzichte van alles wat met Jaap Stam te maken had. Wij hebben ook een aardig elftal. We hebben een goede reeks gemaakt. Het elftal heeft vertrouwen. Dit elftal komt er ook aan. We hebben ons geconcentreerd op Groningen. We wisten dat het moeilijk zou worden. En nu gaan we weer denken aan Rangers. Als ik opkom, dan voel ik het nog steeds. Dus dat voelen die spelers ook. Die. We zullen het even laten zien. En in het begin, het was van Glasgow Rangers, kan ik me ook nog herinneren bij Europa Cup wedstrijden. Dat was dat grote bord. En er zat Tina Turner op een paard. Dus het stadion was. Nee, echt. En dan beginnen ze te lachen.
geloven ze er niet. Zat Tina Turner op een paard en die muziek draaide. Simpel de best en geweldig. Dan hoef je eigenlijk helemaal geen bespreking meer te houden. Alleen dat beeld met die muziek. Dus we kunnen het eigenlijk, ons eigenlijk veel makkelijker maken. Ja, ik word er gesneek ook zondag. Ja, ik zal het eens voorstellen. Het loopt voortreffelijk bij Feyenoord. Onder Dick Advocaat is er in de competitie nog geen wedstrijd verloren. En er wordt zelfs in en rond de Kuip over een heus kampioenschap gesproken. Nou, als ik jullie hoor bij Rijnmond, gaat dat niet gebeuren. Zien we de komende 10 jaar geen landstitel meer? Nee, nee. Maar moet je eerst de 10 jaar halen en dan... Nee, dat zie ik niet. Jullie zoeken wel de mensen uit die dat zeker weten. Toch? Op wie doe je? Weet niet. PZ beter, hoor. In Spanje had Feyenoord vandaag de traditionele persdag tijdens het trainingskamp. En in Hotel Los Monteros, het hotel van Feyenoord, schoof Dick Advocaat aan. En uiteraard ging het erover of de trainer van Feyenoord ook volgend jaar trainer in de Kuip blijft, nu het weer zo goed gaat met Feyenoord. Nee, ik vind dat je niet bij moet tekenen. Ik vind dat je fantastisch doet. Alle respect voor Dick. Ik vind dat je echt een keurig doet. Maar ik vind dat je echt als interim daar is gekomen. Ik vind dat Feyenoord een mooie hele periode tijd gaat krijgen om een nieuwe trainer te zoeken. Een jonge jongen die zijn kans moet krijgen. Ben je er al uit? Want je hebt ook met het bestuur gesproken. Hebben ze je al gevraagd? Nee, maar ik had dat eventjes moeten voorbereiden, die vraag. Maar dat is helemaal niet voor toepassing op dit moment. Dus daar geef ik ook geen antwoord op. Dat wil je toch horen, of niet? Sorry. Ik ben spoorbijster. Had er iemand nog wat of kunnen we naar huis? We gaan naar huis. God ben duidelijk, zeg. En hier? Heb je als je duidelijk bent? Tot zondag. En met de trainer van Feyenoord komt er een einde aan deze uitzending. Meer sport kunt u uiteraard vinden op onze website of via onze Rijnmond-app. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Lauwman Peugeot, Sanidump en Kleven en Zonen.